100 jaar geleden leefden de mensen anders. De bakker kon nog rustig zijn eigen brood. We nemen de bakkerijscènes op voor Benny Stout en de grote film van Sinterklaas. Dat is een film die gaat over een jongetje Benny en die wil heel graag naar Spanje. En hoe doet hij dat? Door stoute dingen te doen, want dan mag je mee in de zak van Sinterklaas. Wat is nou de sleutel tot een goede kinderfilm? Een kind in de hoofdrol. Grote mensen identificeren zich ook vaak met iemand van hun eigen leeftijd. En dat is bij kinderen natuurlijk ook heel sterk. Kinderfilm zonder kind of fantasiefiguur is geen kinderfilm. Het gevaar is dat dan grote mensen films gaan maken met gekke grote mensen. Die hebben ontzettend staan te acteren. Jij tekst als ik knap. Ja, dat vind ik echt gruwelijk om te zien. Kinderen in de hoofdrol, dan moet je dus kinderen regisseren. Waar moet je dan aan denken in ten opzichte van een volwassene? Kind regisseren is eigenlijk precies hetzelfde als volwassenen regisseren. Als de scène helder is en je weet wat je gaat vertellen, dan moeten de afspraken helder zijn. En dan maakt het eigenlijk niks uit of je een kind of een volwassene voor de lens hebt. De film speelt zich af geloof ik in de jaren 30. Wat is daar de reden van? Jaren 30 is een fijne periode om in beeld te brengen. Het appelleert toch aan een leuk soort fantasie. Toen was geluk nog heel gewoon, wordt er dan bij gezegd. Nou, als je helemaal in de jaren 30 verdiept, dan blijkt dat het geluk helemaal niet zo gewoon was. Want er was ontzettend veel armoede. Het gekke is, dit is natuurlijk toch een Sinterklaas fantasie. Dus je gebruikt de leuke elementen uit de jaren 30 om een warm beeld op te roepen.